Tussen 23 en 26 mei zullen naar schatting zo'n 200 miljoen Europeanen naar de stembus trekken. Het is eigenlijk al de 9e Europese parlementsverkiezingen sinds 1979. En het staat eigenlijk nu al vast dat de populistische partijen stevig winst zullen boeken. Ze zullen naar schatting zo'n 30% van de zetels kunnen binnenhalen. Dat is natuurlijk verontrustend, maar we moeten dat toch een beetje in perspectief plaatsen. Het is verontrustend, zoals ik al zei, want het is een forse opgang van 13% in 2009, 22% in 2014 en dus nu naar schatting ongeveer 30%. Maar toch ook nuance. Zij zullen de koers van Europa niet onmiddellijk drastisch veranderen. En wel om een drietal redenen. Ten eerste, die partijen zijn zelf heel verdeeld. Hè, dus er is geen overkoepelend, wervelend Europees project dat ze zomaar kunnen uitrollen. Ten tweede, gesteld dat ze dat toch zou kunnen, wel, dan zouden ze nog altijd geen meerderheid behalen. En ten derde, de macht, de echte macht in Europa, althans wat betreft de strategische visie, die ligt vooralsnog altijd bij de Europese Raad en niet bij het Europese Parlement. Het vertrouwen in het Europese project kreeg het voorbije decennium echt een stevige tik te verwerken. Op het dieptepunt van de crisis, de eurocrisis in 2011 en het zwaartepunt van de vluchtelingencrisis in 2015 had nog minder dan een derde van de Europeanen vertrouwen in de EU. Intussen stellen we vast dat het vertrouwen terug een beetje is opgelopen tot zo'n 42%. Dat is nog altijd duidelijk minder dan de ruim 50% die we hadden net voor de crisis, net voor 2008-2009. Dus 42% blijft zeer weinig, maar toch moet ook dat cijfer in perspectief geplaatst worden, want door de band genomen is het nog altijd meer dan het vertrouwen dat de nationale beleidsmakers genieten. En daarbij komt nog dat een ruime meerderheid van de Europeanen nog altijd geloven in de EU om als sterk baken te dienen in een wereld die snel verandert en die bovendien ook zeer onrustig is. Op het vlak van economische en politieke samenwerking legde de EU natuurlijk al een hele weg af. Sinds de Tweede Wereldoorlog evolueerde het van een douane-unie naar een interne markt om zo uiteindelijk uit te komen bij een economische en monetaire unie. Maar natuurlijk, dat werk is nog lang niet af. Het voorbije decennium heeft duidelijk aangetoond dat er nog heel veel werk op de plank ligt. En de uitdagingen naar de toekomst worden er zeker niet minder op. Je hebt de digitalisering van de economie, je hebt het klimaatvraagstuk, je hebt de vergrijzing en je hebt ook nog altijd het migratievraagstuk dat ook naar de toekomst toe blijvend zal spelen. Dus die dingen zullen we veel efficiënter moeten aanpakken. Helaas moeten we vaststellen dat die nieuwe verkiezingsuitkomst die we binnenkort zullen hebben, 26 mei, dat die allicht zal impliceren dat het Europese project niet onmiddellijk een echte doorstart zal kunnen maken.